Dat, ja, dus de stemming is geheim. Wij hebben hier wel, dat is ook een meningsverschil, die zeggen, als de stemming doorgaat, ongeacht hoeveel er gestemd hebben, telt dat. Wij hebben hier wel 10%, we denken dat dat niet zo hoog is. Hè. In de tijd waren er 40-50%, dus wij zeggen nee, maar zorg ervoor dat, dat je toch een zekere massa hebt van mensen die gestemd hebben. En dan wordt dat in het staatsblad bekendgemaakt. En het is niet bindend, hè, want volgens jou... Nee, volgens de grond niet. Dat kan het niet. Nee, dat kan niet. Nee, maar je zou kunnen als politieke partij van de Vlaamse overheid zeggen, wij binden ons daaraan. Ja, dat is dan een politiek engagement van partijen, dat kan ook van politici en van ministers, dat kan. Maar het mag volgens de grondwet niet. Hè. Dus wij zijn wel voorstander van de referenda en we denken dat als dit systeem van raad of adviserende volksraadplegingen ooit in gang zit in de praktijk is en dat werkt goed, ja, dan denk ik dat er een basis zal ontstaan om te zeggen, oké, we gaan dat kunnen uitbreiden. Maar nu is het duizend euro. Moet je dat aanpassen? Maar wat vinden wij wel dat het moet zijn? Ik regel dan decretaal in mijn voorstel dat het Vlaams parlement, en dat is wat ik doe, dat het Vlaams parlement niet gewoon kan achterop kijken en zeggen, raadpleging geweest, gedaan. Maar dus dat er wel degelijk moet een uitspraak zijn en dus een tekst neergelegd worden waarin geformuleerd staat welke gevolgen gaan we hier nu geven, wat leren we daaruit, wat halen we daaruit, wat gaan we daarmee doen. En in het slechtste geval zegt dat Vlaams parlement, we doen er niks mee. Hè? Maar ik denk dat dat ook niet zo eenvoudig zal zijn. Ik denk dat het voor de politiek niet zo eenvoudig zal zijn als er een volksraad realiseert dat ze een duidelijke uitspraak heeft, om dan te zeggen, we doen er niks mee. Omdat dat natuurlijk dan zeer tegen de borst zal stuiten van iedereen die enig democratisch is. De vraag naar meer burgerlijke participatie is er gekomen op basis van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Ik denk dat iedereen het daarop eens is. Burgers worden mondiger, terecht, zijn beter geïnformeerd. Een stukje digitalisering en toegankelijker maken van media, het vrij geselecteerd via sociale media, maakt dat mensen meer inzicht krijgen en ook meer verwachten, meer kritische vragen kunnen stellen aan politici. De samenleving wordt, zoals hier staat, alsmaar horizontaler. En het is dus minder dat één politieke partij of één zuil dicteert aan het laagje daaronder waar de gedachten gezegd moet worden. Dat zie je dan vertaald naar een parlement, dat zie je dan vertaald naar de leden van de mutualiteit en zo verder. Het is anders. De maatschappij wordt horizontaler. Mensen kiezen de thema's waar ze in geïnteresseerd zijn, formuleren een mening, zoeken medestanders op dat thema voor die mening, verenigen zich en dwingen meer en meer politieke inspraak af. Dat is iets inderdaad wat het voorste beeld van Antwerpen is. Antwerpen is een prachtige stad, maar ook daar zien we dat met een burgerbeweging als Ringland. Dat is zo een van die thema's waarbij je mensen ziet van verschillende politieke strekkingen, maar die zich wel vinden op basis van één thema. De burger is dus zoals gezegd niet langer passief, hij roert zich, hij doet zijn mond open en hij organiseert zich. Het nieuwe en actieve burgerschap zoals we dat zien ontstaan, dwingt natuurlijk tot een ander politiek bestel. Dat is opnieuw mijn verhaal. Daar moet nu de politiek antwoord op bieden en dat is de reden dat ik hier vandaag voor u sta en ook mijn voorganger kwam. Er is nood aan meer burgerparticipatie. Ik zal het nog een paar keer herhalen. Ik heb een aantal initiatieven opgelijst die daar mogelijk zijn kunnen tegemoetkomen. Betrokkenheid en interesse van burgers bij het beleid neemt toe, dat is een vaste. Het is belangrijk ook om onze collega's een aantal dingen uit te leggen die voor een aantal van jullie evident zullen zijn. Het verhogen en het vertrouwen van mensen in politici en politieke, tenminste het verhogen van het vertrouwen van mensen in politici en politieke instellingen is denk ik ook een doelstelling die we moeten nastreven. Moeten dat dan dezelfde politici zijn? Misschien niet. Maar alleszins het vertrouwen aan degene aan wie een stem geeft om jezelf te laten vertegenwoordigen, dat moet dan lopen. Bovendien denk ik ook dat we het sociaal kapitaal in de samenleving moeten verhogen. Ik denk dat er heel veel expertise is bij mensen. Ik ben een liberaal. En mijn invulling van liberalisme betekent dat ik erken dat elke burger iets waard is, meerwaarde heeft, valabel is en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Alleen wordt, ja. Bij puntje 2 heb ik een opmerking. Het verhogen van het vertrouwen van mensen in politici en politiek. Sorry, dat is daar, maakt een rare indruk op mij, omdat als je dat zo schrijft, dan lijkt het alsof dat zomaar zou kunnen gedaan worden. Als een maatregel. Nee, dat is geen maatregel, dat is een betrachting.
Dat is een doelstelling. Ja. Zoals ook het verhogen. De betrokkenheid verhogen is een doelstelling. Vertrouwen herstellen is een doelstelling. Het verhogen van het sociaal kapitaal of de valorisatie van het sociaal kapitaal in de maatschappij is ook een doelstelling. Ik denk dat door meer burgerparticipatie dat we ook het eigenaarschap van burgers kunnen stimuleren. Als ik deel heb genomen aan de laatste gemeenteraadsverkiezing in 2012, heb ik nogal wat rondgelopen. En heel veel Antwerpenaren tegenkomen die zeiden, waarom moet ik eigenlijk op u stemmen? Waarom moet ik eigenlijk te koer stemmen? Want het maakt toch niet uit, mijn stem heeft geen impact, ik heb geen greep op wat er gebeurt. Als er iets mis is met mijn straat, dan meld ik dat wel bij een ambtenaar. Ik doe nog 20 jaar hoorzittingen waar ik dan iedere keer probeer iets te zeggen of bij te dragen. Dat wordt dan opgeschreven, gebeurt daar niks mee. Dus ik heb geen impact op mijn straat. Maar als je natuurlijk het omkeert en aan de mensen vraagt, meneer, uw riool wordt heraangelegd, uw straat zal opengebroken worden, het is het moment om eens na te denken hoe dat uw straat er moet uitzien. Wil je niet meedenken over wat dat zal zijn? Wat is er goed aan uw straat? Wat is er slecht? Wat zou je graag hebben? Ik doe dat samen met heel alle inwoners van uw straat. Op het moment dat er dan een beslissing uitkomt, samen politiek en burgers, en die wordt gerealiseerd, dan is dat wel veel meer uw straat. Als er dan iets misloopt, zullen, denk ik, ga ik vanuit, meer de reflex hebben om in te grijpen, om de buurt eens samen te roepen, om er iets aan te doen. Er zijn een aantal studies die aangeven dat bijvoorbeeld op plaatsen waar burgers meer betrokken zijn bij de vormgeving van hun omgeving, van hun wijk, dat het sluikstort dramatisch daalt. Dat mensen hun belastingen veel meer op tijd betalen. Nog los van het feit dat die te hoog of te laag zijn. Maar alleszins, dat je meer het gevoel hebt, ik maak hier deel van uit, dus ik wil dat het goed draait. De kwaliteit van beleidsbeslissingen, denk ik, zal er op toenemen. Ja, je hebt iets ingaan op de betrokkenheid. Ja. Voor mij klopt dat ook. Maar in verband met de volksraadpleging van 2009, in verband met de bandraadpleging, niet alleen de lange wapper, want dat is ook een enorme leugen geweest die gebruikt werd door de politici, en ook het BAM, dat technocratisch gedoe-systeem. De mensen die wij bevraagd hebben, waren twee mensen van Democratie Nu, in verband met het ophalen van handtekeningen. En als die er niet geweest waren, kan ik ook zeggen, dan had de volksraadpleging niet kunnen doorgaan. Omdat wij juist ook dat besef hadden, en ik zelf, ik spreek vanuit mijn eigen, dat het waardevol is dat je mensen betrekt. Maar toen dat wij stonden met het plakkaat van Democratie Nu voor het bureau waar Patrick Janssens ging gaan stemmen, en dan heb ik, wij hadden plakkers boven onze mond, dat wil zeggen, we zijn monddopen, mogen niets zeggen. En ik heb die plakken eraf gedaan en ik heb gevraagd aan iemand van mevrouw, als het nu zo is dat de meerderheid stemt voor tegen het bandtracé, gaat het dan uitgevoerd worden? Ah, natuurlijk, zegt ze. Dus eigenlijk, de mensen gaan ervan uit dat het uitgevoerd wordt. Dus betrokkenheid tot in het beslissingsrecht toe, dan werkt het. Maar half soort, nee, dat werkt niet. Maar dat is verloren tijd. Verloren tijd. Wij hebben meegedaan omwille van het proces dat in gang gezet wordt en dan voelt bij de burger. Wij willen gewoon gehoord worden. Maar wij willen ook mee kunnen beslissen. Als de meerderheid zegt van, wij willen het niet, dan moet het uitgevoerd worden. Ik ben het helemaal mee eens, mevrouw. En daarom dat ik mijn verhaal vertelde van die straat. De frustratie van die inwoner die gesproken had, die doen al 20 jaar mee aan hoorzittingen. Dat is consultatie, dat is geen participatie. Dat is luisteren, wat vindt ervan? En dan dient ik in mijn plan met participatie. Voor mij betekent natuurlijk ook minstens gedeeltelijke beslissingsmacht. En dat er resultaat is. Het zal verder ook nog blijken, maar ik ben er heel zeker van, als we het roer willen omgooien en als ik het vertrouwen wil herstellen, en als ik participatie wil gebruiken als instrument, dan moet het van de eerste keer goed zijn. Er is niks zo funest als zo'n halfslachtige, mislukte participatie, waarbij dat dan politici vooral proberen om legitimiteit voor zichzelf te verwerven, en maar voor het beslissingsrecht eigenlijk rustig de boel dood houden. Dat is het net als je de mensen betrekt in Antwerpen met een burgerbegroting, daar hebben wij participatie op grote schaal, is te zeggen dat toch fundamenteel doorgevoerd in coalitie met onder andere Groen. Moest het niet zijn dat wij vooraf al hadden gezegd wat u beslist zal op het einde uitgevoerd worden, dan weet ik heel zeker dat 90% van de mensen niet zou opgedaagd zijn omdat ze het ermee gehad hebben met te moeten opdraven om weer een praatje mee te doen, maar het uiteindelijk niet tot resultaat laten leiden. Dus ja, de uitkomst van een participatietraject moet bindend zijn. Maar inspraak en participatie, dat loopt over een geleidelijke schaal. De klassieke participatieladder, en er zijn verschillende vormen die je daarin kan hanteren. Maar ik kom er steeds ook nog op terug op welke instrumenten we kunnen inzetten. Ik denk ook dat de kwaliteit van beslissingen die een overheid neemt beter is wanneer dat ze die beslissing laat voorafgaan door een participatietraject of wanneer dat ze zelfs een deel van de beslissingen laat vastleggen.
En in essentie gaat het daarom dat opnieuw een straat aanleggen. Wat gebeurt er? Ja, we moeten die straat aanleggen. Belt is dat de dienst. Een architect tekent dat uit of een ingenieur. Volgens naar godsvrucht en vermogen. Die mensen hebben meestal wel goed gestudeerd en die hebben kennis van zaken, vooral technisch. Maar dat is nog iets anders. Er is meer nodig als je publieke beslissingen neemt dan alleen maar technische expertise. Het gaat ook hoe beleefd de omgeving, de gebruikers, die straat. Wat zijn de eisen waarom dat moet voldoen? Bovendien, ik verwacht niet dat één technieker alles kan weten en ik denk dat er creatieve, maar soms ook andere technische input van burgers ertoe kan bijdragen dat de beslissing wanneer ze genomen wordt, gewoon een betere beslissing zal zijn. Uiteraard verhoogt participatie ook het draagvlak. En hierin, als ik dat vertel aan mijn kritische collega's, dan zijn ze ineens wakker. Draagvlak, het magische woord. Het cadeautje, de verpakking, draagvlak voor mijn beslissing. Als ik die beslissing neem, dan gaat iedereen juichen. Dat is wat elke politicus natuurlijk van droomt. Het is zo dat participatie het draagvlak verhoogt door mede-eigenaarschap. Zal wanneer de beslissing genomen wordt, mensen veel meer aanvaarden. Het is misschien niet 100% mijn gedacht, maar ik heb tenminste met mijn collega burgers gediscussieerd over de uitkomst. En dus aanvaard ik wel dat het uiteindelijk geworden is. En ben ik ervan overtuigd dat het de beste beslissing is. Of dat ze tenminste op een faire manier genomen is en dat ik alle kansen heb gehad om mijn bijdrage te leveren. En dat verhoogt het draagvlak. Niet voor de politicus, maar voor de beslissing as such. En wanneer er een hoger draagvlak is, is er uiteraard ook een hogere efficiëntie. Stel u voor dat we 15 jaar geleden over de Oosterweelverbinding, de mobiliteitsknop in Antwerpen, in plaats van eerst een vennootschap op te richten, die vol te staan met experten en dan onder een paar politici te bedisselen waar het moest worden. Als we nu eens eerst een brede consultatie van de beide bevolking hadden gedaan, een breed participatietraject bij de bevolking hadden gedaan, een hoop technische informatie geobjectiveerd hadden en gepresenteerd hadden en dan een beslissing zouden genomen hebben, dan ben ik er zeker van dat er vandaag veel minder juridische strijd tegen die beslissing zou geweest zijn en dan lag de verbinding of de oplossing er misschien al. Trouwens, in Maastricht hebben ze begrepen dat je dat zo moet aanpakken. Daar hebben ze ook een ring overkapt en ondertunneld. Twee verdiepen boven elkaar. En daar hebben ze dat wel zo aangepakt. En op 15 jaar, nu ligt hij daar, nu rijden mensen daaronder en wordt daar boven gebouwd. Dus het kan wel weer. Bovendien, meer burgerparticipatie is evident een meerwaarde voor de democratie. Democratie is de stem van het volk. Dat is bedacht in Griekenland, alleen was dat toen niet heel de bevolking, maar alleen de burgers en dat waren niet zoveel. Maar de essentie van democratie is natuurlijk dat de stem van het volk gehoord wordt en dat iedereen vertegenwoordigd kan worden. En dus ook het collectieve bestuur, wat de politiek is, mee kan aansturen, waarmee zijn aandeeltje in heeft, zijn scherp in het geheel, zijn stemming in het geheel kan. Dus op die manier halen we een stukje terug die democratische stem die nu heel ver afdwaalt via vertegenwoordiging en particratische belangen heel ver af komt te staan van waar je zelf in gelooft en hoe je de maatschappij wil sturen, brengen we een stukje naar beneden. Ja. Ja, ik wil daar eventjes op aansluiten. Democratie, het woord democratie, volk heerst, ja. Beslist, niet deelnemen, beslist. Ja, ja. Dat is democratie. Natuurlijk. Ja. Maar, maar niet geen wat u zegt, hè. Maar wie? Dat klopt niet helemaal met wat u zegt. Ja, ik zal er wel meteen bij zitten. Ik denk niet dat we morgen voor elke beslissing alle inwoners van Vlaanderen en van België kunnen betrekken om een beslissing te nemen. Ik denk dat je sowieso een aantal vertegenwoordigingen nodig hebt. Alleen staan we daar nu zo ver af en is de verkiezingen het enige moment waar je vertegenwoordiging kunt bijstellen. Dat is zo'n amalgaam. Politici gaan niet individueel hun stemgedrag vertegenwoordigen. Politieke partijen gaan geen overzicht geven uit hun partijprogramma. Dat hebben we gerealiseerd, dat niet. Dat hebben we opgegeven in een compromis die keuzes hebben gemaakt. Nee, vaak wordt er gekozen voor een beetje een emotionele boodschap of een soort onderbewuste toon en wordt managementaal bovengehaald, wordt een marketingtrick bovengehaald. Een partij wordt ingepakt in een zilverpapiertje met een grote strikje rond en zo. Dus het is niet meer de dialoog met de burger die het ooit geweest is of die het zou moeten zijn. En mijn punt is, door participatie als doelstelling, maar ook als instrument forse in te zetten, haal je terug die vertegenwoordiging dichterbij en kan je politici veel gemakkelijker ter verantwoording roepen. En je haalt natuurlijk ook gewoon een stuk met u debatteren. Laat u het hier staan. Om de 5 jaar verkiezingen, dat is niet voldoende om van democratie te spreken. De burgers zijn volwassen geworden. Het paternalisme naar de organisaties en andere voor u beslissen wat je moet denken, dat is voorbij of dat begint op zeker voorbij te raken. En mee beslissen is belangrijk. Mee beslissen. En niet alleen praten, maar ook beslissen. Dat staat er. Een aantal randvoorwaarden. Hier staat het over. Als je betrokkenheid wilt, dan moet je impact geven. Opnieuw gewoon de praatbraak, daar hebben mensen geen tijd voor of geen goesting om zoveel uur van hun vrije tijd
voor vrij te maken. Het moet ertoe doen. Er moeten wel duidelijke afspraken gemaakt worden. Het heeft ook geen zin om te gaan participeren in het wilde weg. Het moet duidelijk zijn gaan over dit thema, over dit onderwerp. En dit zal de uitkomst zijn en dit zal het gevolg zijn dat aan de beslissing gegeven wordt. En uiteraard moet een overheid of de collectiviteit voldoende tijd en middelen investeren om voor een goede procesbegeleiding te zorgen. Ik denk dat als je zoveel verschillende stemmen met elkaar wilt laten discussiëren en wilt vermijden dat het een geroep en getier wordt en dat mensen gefrustreerd van tafel weglopen, moet je er zeker en vast voor goede dat het weliswaar een gestuurde moderatie is, maar dat je een structuur hebt, een architectuur die ervoor zorgt dat mensen in een compromismodus gebracht worden. Ik zeg het zonder te sturen, en daar zijn we wel tools voor. Met de burgerbegroting in Antwerpen hebben we daar na een 6 maanden heel intens onderzoek en heel veel testen en proberen een goede modus gevonden, maar elk participatietraject is wat anders en vraagt opnieuw een echt op maat gesneden aanpak. En dus opnieuw, in mijn geledingen, zeker bij de liberalen, zijn een aantal wel gecharmeerd door meer participatie en dan denken ze besparing van administratie. Maar dat is niet. Je verschuift gewoon administratie van een aantal inhoudelijke departementen naar een heel sterk participatiedepartement, die waar dan ook bewegingen kunnen ondersteunen of gemeenten kunnen ondersteunen om die processen in gang te zetten. Dat is nog een belangrijke representativiteit. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. Soms moet je werken met gestratificeerde steekproeven. Dat is niet altijd evident. Soms vind ik het ook belangrijk om te zeggen wie wil kan meedoen, wie geïnteresseerd is kan meedoen. En als je dan die niet content zijn met de beslissing, ik heb niet meegedaan. Als je alle kansen hebt gehad, dan is het weg. Als die boom in je straat geplant is, omdat je straat daar maanden aan een stuk mee bezig is geweest om erover te discussiëren, en je hebt gezegd dat het interesseert mij niet, dan moet je nadien ook niet reclameren dat die boom in de straat heeft gestaan. Dat is heel makkelijk gegaan. Voilà, ik heb 3 voorstellen, of tenminste, ik heb een aantal voorstellen die in 3 categorieën gebundeld zijn. De eerste is lokaal experimenteren. Het lokale niveau is, ik weet niet of dat u die mening deelt, maar lijkt mij het meest aangewezen niveau om verder doorgetreden vormen van participatie op los te laten. Het is onze leefwereld, het is waar we thuiskomen, waar we boodschappen doen, waar onze kinderen vaak hopelijk ook naar school kunnen gaan. En daar heb je het makkelijkst voelen mee, het meest expertise. En mensen voelen zich ook minder schroomvallig om daarover hun mening te zeggen. Als je aan iemand vraagt, ik vind nu dat jij een beslissende stem moet hebben over de begroting van de komende 6 jaar, of wat het gezondheidsbeleid moet zijn, het sociaal zekerheidsbeleid, daar voelen de mensen soms nog een beetje schroom voor, omdat daar hogere vormen van complexiteit, omdat je niet weet hoe dat dan in een ander stuk van het land er misschien aan toe gaat. Dus het lokale als vertrekpunt en Vlaams ondersteunen. Kleine gemeenten hebben het moeilijk om zo intensieve trajecten op te zetten. Mankrachttekort, ambtenarentekort, budgettekort. Dus als Vlaanderen nu eens een keer een platform zou opzetten in samenwerking met de VBSG, ben er trouwens ook met hen aan het over praten in welke mate dat ze daar kunnen helpen. Ik kan mij voorstellen dat je een aantal Vlaamse ambtenaren hebt die op afroeping of wanneer gemeente beslist wij willen een burgerbegroting, dat die ondersteuning kunnen krijgen over hoe dat proces moet opgezet worden, dat de beste praktijken uit verschillende gemeenten en steden afgemeten, afgewogen en gedeeld kunnen worden. Voilà, opnieuw, wanneer aan mogelijkheden nood aan maatwerk, denk ik. Eén vorm van participatie die dan heilig wordt verklaard is geen goede zaak. Elk onderwerp, thema, de omvang vereist een heel specifieke aanpak om tot een succesvol feit te kunnen komen. Het is werkingsverkeer. Het is, denk ik, zoals ik ook al zei, het is niet alleen de burger, maar de overheid die zegt, en dat moeten we doen, het is ook een gelegenheid voor de overheid om meer informatie en uitleg te geven bij waar ze bezig zijn aan de burgers. En ik denk dat op het moment dat je in dat werkingsverkeer komt, dat je dan een echte dialoog kunt spreken. En voor mij is dialoog een van de kernwaarden die in een democratie thuis hoort. Voilà. Dat heb ik al net uitgelegd. Een kenniscentrum democratische vernieuwing, waar dat je mensen groepeert die steden en gemeenten kunnen ondersteunen om trajecten op te zetten. Tweerichtingsverkeer. Voilà, informatieasymmetrie wegwerken, daar wil ik bij stilstaan. Dat is iets dat heel vaak onderschat wordt. Ik ben ervan overtuigd dat elke burger mee kan beslissen over zelfs de meest complexe vragen. Daar ben ik van overtuigd. Je moet alleen voldoende investeren in het wegwerken van de informatieasymmetrie. Als je een burgerbegroting wilt, dan moet je niet gewoon de begroting zoals dat ze in de gemeenteraad neergelegd wordt, in je strot halen of zeggen, kom maar eens naar die website. Nee, dan moet je heel duidelijk uitleggen what your government spends your money on. Voor elke 100 euro belastingen gaat er zoveel naar dat departement, zoveel naar dat en daaronder zit dat en dat en dat. Het is maar als mensen weten wat de overheid doet, dat ze hun positie daar tegenover kunnen bepalen. Dat ze kunnen zeggen, dat is goed, meer van dat. Of een beetje meer van dat en een beetje meer van dat. Of dat is niet goed. Vooral alles naar de andere kant. En dat vraagt wel wat investeren. En zeker in een stedelijke context waar dat
sociale cohesie, niet zoals in Zwitserland is. In Antwerpen is het opleidingsniveau, de sociaal-culturele achtergrond, de etnische achtergrond zo uiteenlopend dat je soms ook nog voortrekt dat we die inlassen. Mensen in kansarmoede, heel vaak miskend die participatietrajecten. We kennen allemaal de participatietijgers, we hebben er zelf ook een. Maar het is wel relevant om mensen die moeilijk hun stem kunnen laten horen, soms jongeren, mensen die gebrekkige taal spreken, mensen in armoede, die hebben geen tijd om na te denken, wat zou nu eens de ideale samenleving zijn? Die moeten gewoon denken, hoe kan ik morgen een boterham vinden om te eten? Dus daar moeten we meer in investeren als overheid om hen ruimte te geven, uiteraard ook om de armoede te koer aan te pakken, maar ook om hen gerust te stellen dat het oké is wat ze aan hebben, dat ze hun boterhammetjes niet moeten meebrengen, dat ze daar een koffie krijgen, dat als ze stotteren dat dat niet erg is, dat er een moderator is om dat allemaal te bewaken en niemand hen gaat uitlachen. En het traject dat ze zullen doorlopen als ze willen leren hoe dat zal verlopen. Dat ze heel duidelijk weten welke verwachtingen dat ze hebben, welke stappen wat dat ze gaan moeten doen. En dan kun je een bredere laag van de bevolking bereiken. Maar die informatieasymmetrie, dat is in het verleden waar dat de overheid en de partijen vaak de burger miskend hebben. Wij weten het wel best. Dat is veel te moeilijk. Mensen snappen dat niet. Al die evenwichten, oei, dat gaan we hier de mensen loslaten. De maatschappij wordt alsmaar complexer. Nog meer macht voor politici. En dat is denk ik dat is de allerbelangrijkste voorwaarde waar de overheid denk ik het snelst en het meest moet doen om die asymmetrie weg te werken. En daarom openbaarheid van bestuur is er eentje. Het aantal keren dat Groen een verzoek moet indienen om een of ander zogezegd vertrouwelijk document te mogen inkijken, dat wilde ik weten, dat is bijna wekelijks. Fantastisch dat ze dat doen. Nu, openbaarheid van bestuur is iets dat je actief moet vragen. Ik vind dat alles wat de overheid doet, openbaar moet zijn. Mm. En dat als ze een uitzondering wil, dat ze dat dan uitvoerig moet motiveren waarom dat iets vertrouwelijk, staatsveilig is en zo verder. En niet omgekeerd. Dat is een houding en mentaliteit van politici, opnieuw zoals de verantwoordingsdag, waar ik doe, daar mag je daglicht zien, daar is niks mysterieus in. Het kan complex zijn, maar dan moet je het maar kunnen natrekken. Als ik het niet uitgelegd krijg, dan is het niet transparant. Voilà, nieuw one size fits all, ik heb het uitgelegd. Een van die voorbeelden, of concrete voorstellen is, bijvoorbeeld om de formele adviesraden. U kent adviesraden, milieuraden, jeugdraden, van alles en nog wat, seniorenraden. Dat is een beetje het antwoord dat de politiek in de jaren 80 heeft uitgevonden als een middel om de kloof tussen de politiek en de burger te dichten. De burgers moeten mee advies kunnen geven. Uiteindelijk worden die adviesraden bevolkt door zeer competente mensen, maar die vaak vanuit een organisatie daar zitten. En ik denk, schaf dat boeltje af, geef gemeenten de vrijheid om zelf adviesraden in te richten en die adviesraden vaak te vervangen door participatiemomenten. Laat voor dingen mensen mee, voor bijvoorbeeld jeugdbeleid, laat daar de jongeren zelf een keer gedurende een jaar over brainstormen in een groep, weliswaar ondersteund met een traject. En dat dan als advies presenteren aan het beleid, in plaats van dezelfde organisaties die dan toch maar proberen om hun dingen door te krijgen. En het ironische van de zaak is, dat kost wel wat geld natuurlijk, al die structuren, dat wanneer daar advies uitkomt dat de politiek niet interessant vindt, dan pakken ze dat bundeltje met adviezen en bezwaarschriften en dragen ze dat naar een heel chic en duur advocatenkantoor en dan zeggen ze, voilà, search and destroy, en dan kost dat meer geld. Dus dat is natuurlijk twee keer weggesneden geld. Dat zou veel beter opgelost worden door participatietrajecten waar dat op voorhand toch engagementen naar bindende uitkomsten en zo verder aangegeven worden. En dus schezen het verder door. Ja, burgerbegroting, ik ben grote fan. Ik heb het zelf op de kaart gezet samen met Groen en ook wel N-VA. Zei dat ze niet door hadden dat wat ik ermee aan toe had, dat dat veel verder ging dan dat ze het vaak eigenlijk wilden. Mijn collega's van N-VA weten dat en proberen nu zo toch wel wat te remmen. Maar in Antwerpen zijn ze er alleszins heel enthousiast over. En ik denk dat dat niet onbelangrijk is om deze specifieke vorm meer naar voren te schuiven. Ten slotte, de begroting, dat is het geld van ons allemaal. Dat is het allereerste in de politiek, waar dat de publieke middelen aan besteed worden. En daarover burgers laten participeren is denk ik een van de meest zuivere vormen van participatie. Is het geld van de burgers, jullie beslissen minstens over een deel mee aan wat het besteed zal worden. Uiteraard opnieuw eerst van het lokaal niveau, later kunnen we zien of dat daar op hoog niveau ruimte voor is en hoe dat kan gebeuren. Hier het tweede voorstel, en dat zal u het meest misschien wel interesseren, de volkssamenleving. In mijn voorstel kunnen burgers, maar ik heb al begrepen dat ik eigenlijk inwoners van het maar zo die stemmen. Prima. 100.000 mensen kunnen een resolutie indienen. Stel u voor, ik heb een goed idee waar het parlement en de regering niet aan denken. En ik denk dat heel veel mensen dat denken. Zoals met een referendum, je gaat daarmee rond, je vindt 100.000 mensen die zeggen yes,
Dat is een vraag aan de regering. Bijvoorbeeld, schrap de aankoop van de gevechtsvliegtuigen. Wij vragen aan de regering om die aankoop te schrappen. Bijvoorbeeld, stel, 100.000 mensen die dat opvinden, dient dat in. Als de regering zegt, ja, dat is juist, ik heb gelijk, we gaan dat doen, ja, dan is het probleem opgelost natuurlijk. Als de regering zegt, nee, we gaan toch die gevechtsvliegtuigen aankopen, dan moet ze antwoorden, moet ze uitleggen waarom. Opnieuw is dat een middel om af te dwingen dat de overheid zich legitimeert en uitlegt waarom ze een beslissing nemen. En het Vlaams parlement heeft van zodra dat er 100.000 mensen een vraag aan de regering indienen, kan het parlement een volksraadpleging afdwingen met bindende uitkomst. Dus als de regering niet bougeert, kan het parlement beslissen. Oké, ik heb nu gezegd, het kan niet. Maar misschien moeten we daar toch eens op doorgaan. Misschien moeten we echt wel eens gaan vragen wat de bevolking hierover denkt. Mm-hmm.